Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Oh, we zijn er weer. Ik ben echt meer dan een maand weg geweest. Ik heb gewoon geen tijd gehad om een video te maken. Vandaag zijn we terug en ik heb echt wat leuks, want dit moeten we met de bankjes gaan doen. En voordat jullie gaan zeggen, ik weet al wat het is en jullie nakken alles van de Sidemen. Dat mag misschien wel zo zijn. Nee, dat is niet zo. Ik ontken. Maar dit is echt een goed idee. De Sidemen hebben een charity match gedaan. Super lachen. Ik heb zelfs gedoneerd. 50 hele euro's. Ja, mede ook omdat ik wist dat ik deze video ging maken. Hopelijk strikes hem nu niet. Dus even kijken, ik doe even nu in beeld I've donated, zodat ook de Engelsen kunnen zien dat ik gedoneerd heb. Dus haal me niet down. Nou goed, we gaan kijken naar de highlights van hun wedstrijd van Sidemen tegen de YouTube Allstars. Ze hebben een voorwedstrijd gedaan voor het goede doel. Nou echt fucking grappig. Ik heb even een deel live gekeken en een ander deel heb ik nog niet gezien. Maar echt super leuk. Plus daarna ga ik een team maken waarmee wij zouden moeten spelen tegen Nederlandse YouTubers. Oké, laten we maar beginnen. Dit stuk heb ik dus al gezien. Dit is dus 16 seconden in de wedstrijd. Dus KSI. Ja. Kitteren, die wordt helemaal de moker ingetrapt, die Speedy. Het is zo mooi, want hij zo hard gaat juichen ook. Het slaat helemaal nergens op. Die vent is echt gek in zijn kop. Die vent is echt helemaal gek in zijn kop. Schitterend, echt schitterend. Mocht je het nou zien en denken van, hey, trouwens, een nieuwe FIFA is uit. Wil je FIFA-video's van mij zien? Dat kan. Koen 2 upload ik FIFA-video's en meer reactievideo's. Dus je weet, doe ik wat minder reacties tegenwoordig op Koen 1. Ja, ik wil eigenlijk helemaal geen video's meer maken. Het is ook geen reactie. En dit is op zich best wel weer een heel 100% reactievideo. Maar mijn plan is om op dit kanaal ook niet reactievideo's te maken. Koen 2 daarentegen. Kom vooral FIFA en zo. En heb jij FIFA nou al gekocht? Ben je op zoek naar FIFA-punten? Ga dan naar ikwildegoed.nl en wil je FIFA zelf kopen? Ikwildegoed.nl is de link in de beschrijving. En koop dan je FIFA-punten. Website van Matty, Robby, Roel en van mij. Kijk nou hoe hard hij juicht. Dat is toch schitterend? Ik vind dat zo mooi. Dat is zo mooi. Stel, hij had daar ineens KSI invalide getrapt. Ja, hadden we dan ook gelachen met de helden? Ja, denk het wel. Dit is dus, even voor de duidelijkheid, ja, zwart is de Sidemen en rood zijn de Allstars. Maar dit is allemaal niet echt denderend voetbal tot nu toe. Moet ik zeggen. Sorry, speed. Jezus. Op de bal. Op de bal. Dat lijkt me heel sterk, maar goed. Ja, die gaat er nooit in. What the fuck? Hoe kan dit? Hoe kan deze bal erin? Het zal niet de beste keeper ooit zijn, maar toch. Dit is wel vrij bijzonder, moet ik zeggen. Wat een zieke goal, joh. Oh. Kijk eens aan. Hij dribbelt daar doorheen, moet ik zeggen. Dat is goed verdedigd, dit. Jongen, jongen. Staat daar gewoon een fan op het veld? Staat daar gewoon een fan te filmen? Ongekend. Pieface. Wat een waardeloze keeper, joh. Oké, laat ik beginnen nu. Ik ga ondertussen, terwijl we dit kijken, ga ik het teams maken. Ik ga beginnen met de keepers voor allebei de teams. Nou, keeper bij Team Bankzitter is natuurlijk absoluut geen twijfel. Dat is Milo. Ja, 100% Milo. Ja, 1000% Milo. Milo, Milo. Dat moet Milo zijn. En dan van de tegenstander. Wat is iemand waarbij we zeker kunnen scoren? Clonny Games. Clonny Games. Ja, die van een liga. Dat moet de keeper zijn bij de tegenstander. Clonny Games tegen Milo. Ik weet niet wie er beter is, want Milo is echt, echt heel erg slecht in keeper. Oh, Vicstar. Oh, zie je goal. Iedereen wordt altijd helemaal gek als hij scoort. Hij kan echt niet voetballen. Maar ze hebben voor mij die Kel the Dragon op goal. Ja, die vent is echt een meme. Yeah, I'm so down. De andere gasten zeggen dat ik op hem lijk met mijn Alicante koep. Als ik mijn haar ook een roze had gedaan, zeg maar dit gedeelte en dan hier helemaal opgeschoold. Maar die vent is voor mij niet helemaal 100. Maakt het dus 4 dat hij aan het keep is, maar hij is zo slecht. Hij is zo bizar slecht, dat is echt niet normaal. Maar hij scoort nu gewoon serieus en dat is wel gewoon ziek. Waarom is hij niet helemaal door Dolle heen? Wat is dat voor onzin? En waarom juicht die ene van dat ene team mee? Ja, dit is... Mensen lijken hierop. Dit kan je niet zeggen dat ik op deze vet. Dat kan je gewoon echt niet zeggen. Dat is echt te pijnlijk en onaardig. Maar een goedste, nou geen heel goed schot, maar wel in de hoek soort van. Helemaal geen slecht schot. Ik vind het mooi hoe hier 3 herhalingen van komen en van die goal, die enorme afstandsschot van die Chunks net niet. Dat vind ik wel mooi. Zo! Die redt er even langs die vent. Die is snel! Holy shit! Beetje zoals ik. Oh, hij verneukt het. Oh, toch niet. Ja, dit is goed. Dit moet een goal zijn. Aardig gekiept. De keeper wordt er gek. 2-2. Die keeper. Ik vind die keeper zo'n mooi figuur. Tijd voor rechtsback. Kijk, rechtsback. Daar zet ik waarschijnlijk mezelf niet. Ja. Kijk, je hebt soorten rechtsbacks. Je hebt van die rechtsbacks, ja, die niet echt kunnen opkomen zo. Ik stoom, jongen. Kijk, ik ben misschien niet de snelste, maar wel de beste. Ik zet mezelf zeker op rechtsback. Bij de rechtsback van het Nederlands YouTube All-Star Team. De Bradge. Ja, wel, de Bradge. De Bradge op rechtsback. Schitterend. Ja. Zo, dan heb je team, hoor. Met Clonny Games en de Bradge. De Bradge is helemaal geen YouTuber trouwens, van mij. Hij heeft even een bril op, man, die gozer. Wat is voor raar iets? Omhaal. Zo, goed gedaan dit. Zo! Wat een goal! Bizar, wat een bizar doelpunt. Dit is oprecht een zieke goal. Zo! Dit zou gewoon in professioneel voetbal zou dit ook gewoon een goal kunnen zijn. En dan zou je ook zeggen, wat een zieke goal. Wat een zieke bal. Wat zit die keeper nou weer te doen daar? Helemaal voor zijn goal. Gaat je goal in, vriend.
Oh mijn god. Oh mijn god. Mijn hemel, hoe kan dit? Is dat niet te Alle drie de goals tot nu toe zijn fouten van die keeper. Dat is ook wel ziek, hè? Dat is op zich ook wel een soort van knap. Tijd voor de eerste centerback, mensen. In ons team is het makkelijk. Met creators spelen wij vaak op centerback met Stefan en Roel. En ik denk dat dat een goed duo is bij ons achterin. Ja, we moeten natuurlijk ook mensen buiten bankzitters kiezen om in ons team te komen. We moeten uiteindelijk wel met 11 zijn. Stefan en Roel is een mooi centraal duo. Bij de YouTube All-Stars zou ik gaan voor... Milan Knol en Enzo Knol. Die hebben zulke goede chemie samen. Dat moet helemaal goed komen. Ja, dat is een dodelijk duo. En dan daarachter met Tony, dan heb je toch wel de driehoek der doden, denk ik. Ja, nee, dat... Ja, goed. Zo, mooi! Zo! Maar die schiet allemaal ziek van afstand. Echt wel knap, hoor. Niet heel goed gieten, maar het was wel echt een hard schot. Ik doe trouwens als klein tussenstuk even de highlight van Speed. hij doet een saxofoon. En zien jullie dit? Hier. ja. Dit is echt zo mooi, die Speed. Kijk nou, het is zo'n slechte tart. Speed, mooie sliding, helemaal ernaast. Schitterend gedaan. Ja, maar hands, zeker hands. Hij is 17, hè? Dat is echt ziek. Hier zit hij goed tussen. Oh. Kijk, de rent hier, maar hij staat zo ver buiten spel. Ik vang hem recht op, kan hij die bal aannemen? Nou, best goed. Hij is helemaal niet heel slecht of zo. Kijk nou, hop. Pasie. Hij staat hier echt zeker wel ver buiten spel. Goed, door met de officiële. Maar voordat we gaan beginnen, linksbackie. Linksbackie is een lastige positie, vind ik. Ik zou zeggen op linksback bij ons... Geen idee, maar ik heb zo'n idee dat Ace wel een goede linksback zou zijn. Zo, hebben we doodzieke achterhoede, zeg. Dat is helemaal niet gek. Nee, ja, Ace is een goede linksback, weet ik zeker. Kijken wie we toevoegen aan het team van Clonny, The Bridge, Milan Knol en Enzo Knol. Op linksback... Ja, ik weet het. Ja. Meisje Jamila. Hopelijk gaat ze niet met slijm lopen spelen. Dat zou vervelend zijn. Maar dat zou uitstekend linksback zijn voor dat team. Misschien is ze wel linksbenig. Ik heb geen flauw idee. Maar we heel veel anderen weten dat ze het niet zijn. Zo, goede bal uit zeg. Nou, die keeper die is natuurlijk weer niks aan doen. Die bal gaat er zeker in. Hij loopt er gewoon langs. Ja. Jongen. Zo. Goed hoor. Nou, mooi doelpunt. Mooi doelpunt dit. Niks mis mee. Ik moet zeggen, het is wel een soort spannende wedstrijd. Dat is natuurlijk wat je moet. Maar ik denk als ik die twee verdedigingen naast elkaar leg, dan heb je ook wel gewoon een spannende pop. Om over onze wedstrijd te praten. De middenvelders. Bij ons op CDM kan niet anders. Frankie, ongelofelijke bulldozer. Jongen, die loopt gewoon tegen iemand aan en is diegene gewoon dood. Zo werkt het nou eenmaal. Frank die weet 150 kilo. Ja, ik weet niet of wie wil dat ik dit zeg, maar het is zo. 150 kilo is gewoon de haak. Die zit bij ons op CDM. Dat is zonder twijfel een fantastische speler. Dan zijn onze twee middenvelders daarvoor. Zonder twijfel. Fantastisch. Ik heb echt een fantastisch idee. Eerste middenvelder. Pas. Bassie, ja jongen, die gaat al die balletjes wegleggen. Bam, 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 bam. En dan rechter middenvelder, zonder twijfel, Markie. Heb je nog geen idee wie Markie is? Ja, dan... Kom op, gozer. Hoe kort kijk je bankzitters? Je moet Mark kennen. Mark, Frank en Bas. Nou, een middenveld, dat is schitterend. Een middenveld van het andere team hoef ik niet lang over na te denken. Dat worden... Riel, Thomas, Stefan. Doodziek middenveld wel. De Stuk TV connectie. Nou, die speed staat weer 100 meter buiten spel. Oh! Hij scoort hem wel, wat zie. Oh, het is buiten spel, hè? Dit er niet. Hij staat te lachen. Hij heeft het gewoon niet door. Hij trekt zijn shirt uit. Hij moet lachen. Je ziet dat hij moet lachen. Ik had hij nog geel ook. Hij heeft gewoon geen idee. Hij heeft gewoon geen flauw idee wat buiten spel is, volgens mij. Oké, hij heeft dus niet de gele kaart vast. Wat gaat deze gozer nou doen? Hij spankt de scheidsrechter. Oké, als je de rest buiten niet aan de bal is, is het tijd voor de rest buiten. Bankzitters FC ziet er fantastisch uit, het team. Op rechts buiten, niemand minder dan... Rob. Robbie. Ja. Stoom op die rechterkant. Dan doen we op rechts buiten bij de YouTube All-Stars. Aangezien de rechts buiten staat natuurlijk tegen de linksback, dat is tegen Ace. Doe ik Celine en Michiel. Dat is één. Die hebben al wat een bief. Ik heb echt een flauw idee. Ik kan mij het schelen, joh. Maar volgens mij liggen die elkaar niet helemaal lekker. Dus Celine en Michiel is eentje. En die staan dan op rechts buiten bij YouTube All-Stars. En die staan dan tegen Ace. Ja, dat is vuurwerk. Ik snap helemaal hoe het in elkaar zit. Het is schitterend. Wat doet hij nou? Niks. Nou ja, schieten is een goal. Ja, wat doet die keeper, jongen? Die schiet over de bal heen. Holy shit. Wat een waardeloze keeper, joh. Nou. Ik zal er wel heen gaan. Oh mijn hemel. Hij doet ook zo, die keeper. Holy shit. Mooie aanname trouwens, dat wel. Hij die keeper, man. Daar is hij weer speed. Dit een actie. Mooi. Oh.
Hij gaat boven. Mooi. Ik dacht dat hij op zijn hoofd ging staan. Oh! Oh. Die keeper ook niet best, hè? Nee, ook alles gaat er bij hem in ongeveer. Oh. Keeper! 80ste minuut. Het wordt 6-7. Moet zeggen, we hebben genoeg goals. Het is trouwens tijd voor de spits. Easy. Ik heb Rob natuurlijk net op rechts buiten gezet. Dus spits moet een lang iemand. Wie is lang, kan koppen. Bram Krikken. Bram Krikken wordt onze spits. Ja, alle balletjes hoog en die kopst er zo in. Ik weet zeker, die kan dat. De spits bij YouTube All-Stars. Ja, dat kan niet anders. Volgens mij heeft deze gast ooit gezegd dat hij ooit talent had, maar toen kreeg hij last van zijn knie. Royalistic. Royalistic in de spits bij de All-Stars. Die staan dan tegenover Roel en Stefan. Nou, dat kan hij laten zien. Dat mag je laten zien ook natuurlijk. Wat een schitterende team. Prachtig. Pasie. Zo'n mooie bal, zeg. Ah, iets hard. En die keeper. Gaan we terug. Zo'n mooie voorzet, zeg. Zo, zieke goal. Dat is de eerste bal waar de keeper deze kon doen. De eerste. Nou, nog een kans. Nou, wat gaat hij doen? Wat doet de keeper daar? Wat doet de keeper? Oké. Keeper. Waarom gaat die speed daar maar knokken? Komt een mooie vrije trap nog. Zo, de keeper redt hem. Zo, nog een laatste minuut redding van de keeper. Dat vind ik wel mooi voor hem. Dat vind ik schitterend. Maar, we hebben natuurlijk nog linksbuiten. Waar we nog over na moeten denken. Kijk, bij ons team is dat logisch. Oeh, wie zou ik niet kiezen? Nee, Matty natuurlijk. Hehe. Kom ze naar binnen. Schaartje, bam, bam, bam. Krullen in de verre hoek. Dat worden goals. Dus is dit ons eindteam? Laat vooral achter in de comment of je iemand mist. En als linksbuiten, dat wordt mijn tegenstander tijdens de YouTube All-Star Game. Politievlogger Jan Willem. Ja. Ga ik even wraak nemen op politievlogger Jan Willem. Dat zou schitterend zijn. Dus is dit het eindteam van de YouTube All-Stars. Laat ook een comment achter als je hier iemand zou wisselen. Ik ben benieuwd. Hopelijk vond je deze video leuk. Moeten wij dit ooit werkelijkheid laten worden? Laat het dan vooral achter in de comment hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. De groeten! Quinten zegt, rinkel, rinkel, rinkel. Roy koopt veel FIFA points in de winkel.